En laat mij voorop stellen dat alhoewel wij niet te veel willen terugblikken op alles wat er afgelopen 10 jaar is gebeurd, er toch zaken zijn die aan het licht zijn gekomen en die naar ons inziens vrij ernstig zijn, meneer de voorzitter, waarvan wij als regering het parlement ook wensen te informeren. Maar nog belangrijker is voor ons om vooruit te kijken. Wat gaat de regering doen om de grote problemen waarin wij verkeren op te lossen? Natuurlijk moeten de zaken die in strijd met de wet zijn gepleegd heel serieus worden aangepakt. En hierover kom ik straks nog terug, meneer voorzitter. Meneer voorzitter, de visie van deze regering is dat we naar een samenleving zullen moeten groeien waar iedere Surinaamse burger gelijkwaardig wordt behandeld en gelijke kansen krijgt ongeacht afkomst, vermogen, ras en of religie. Als een ieder vooruit kan kijken, meneer de voorzitter, alleen dan kunnen wij als natie groeien en verder werken aan natievorming en de eenheid in de samenleving verder versterken. Maar dat gezegd hebbende, meneer de voorzitter, is het wel belangrijk dat u zich wel bewust van bent van de uitgangspositie van waar wij moeten vertrekken. Het is ook belangrijk om aan te geven wat we allemaal aangetroffen hebben en welke puinhopen allemaal eerst opgeruimd moeten worden voordat je gaat naar die stabilisatie en de groei, meneer voorzitter. De voorzitter was voor ons vrij onduidelijk wat de precieze financiële positie van de staat was. De cijfers en de administratie waren een grote puinhoop. Nu meer zaken zichtbaar worden, is het duidelijk namelijk dat er sprake is van, op zijn zachtst gezegd, een financieel wanbeleid van de afgelopen regeerperiode. En we gaan u laten zien met cijfers, meneer voorzitter. Daarop komt de minister van Financiën straks aan het woord. Na veel onderzoekwerk in de afgelopen periode, de afgelopen 2 maanden, laat me dat benadrukken, hebben we nu een beetje beeld, een duidelijker beeld kunnen krijgen van de financiële stand van zaken. Meneer voorzitter, voor wat betreft de schuldpositie van de staat, is het allereerst goed vast te stellen dat uitgedrukt in Amerikaanse dollar de totale staatsschuld derhalve per eind juni 2020 4,1 miljard Amerikaanse dollar is. Dat betekent dat iedere burger in ons land, ieder kind dat geboren wordt in ons land, geboren wordt met een schuld van 7,130 Amerikaanse dollar, meneer de voorzitter. Daarnaast is bekend dat vele schulden zijn afgesloten tegen weerzinwekkende voorwaarden, meneer de voorzitter. We hebben overeenkomsten gezien met rentepercentage van boven de 13% per jaar. We hebben al gemerkt, dat is eerder ook aangegeven, dat alle grote inkomstenbronnen voor ons als land zijn afgegrendeld, zoals de inkomsten uit oliesector, de inkomsten uit goudsector, zodat die niet ten gunste kunnen komen van de, zodat die nu ten gunste komen aan de schuldeisers, meneer de voorzitter. Tegelijkertijd moet ik opmerken dat we afgelopen 10 jaar ook grote inkomsten hebben gehad. De staat heeft belaste inkomsten gehad van 33 miljard Surinaamse dollars. De staat heeft daarnaast overinkomen gehad van 11,8 miljard Surinaamse dollars. En ik noem hierbij het voorbeeld van staatsolie dat afgelopen 10 jaar 2 miljard Amerikaanse dollar aan de staat heeft betaald. Daarna is er in de 10 jaren, meneer de voorzitter, in totaal 45 miljard Surinaamse dollar bij de staat binnengekomen. En dan zitten we nu met een schuld van 4,1 miljard Amerikaanse dollar. Meneer de voorzitter, ik haal dit aan omdat met deze bedragen, met goed beleid en goed bestuur, Suriname nu een geweldig en een prachtig land zou moeten zijn. Maar in tegendeel, we zitten in een enorme financiële crisis. De vraag waar velen nog steeds stellen waar dat geld gegaan is, gebleven is, dat zullen wij gaandeweg, daarop zullen we gaandeweg ook meer inzicht krijgen, meneer voorzitter. En ik geef u de garantie dat we daarop ook acties zullen loslaten. Maar het houdt daarbij niet op. Er zijn ook met verschillende binnen- en buitenlandse aannemers contracten afgesloten die nog steeds lopen.
Vaak zijn deze contracten tegen zodanige voorwaarden, meneer voorzitter, dat we niet onder deze contracten uitkomen of alleen onderuit kunnen komen tegen betaling van forse boetes. En dat we bij sommige contracten grote vraagtekens hebben over de hoogte van de bedragen die de staat zal moeten betalen ten opzichte van de prestaties die door deze firma's moeten worden geleverd. Om maar niet te spreken van het vele personeel dat in dienst is genomen na de verkiezing en voor de regeringstransitie nog erbij. Maar de voorzitter, soms met hele ernstige en ingewikkelde wurgcontracten. De voorzitter, we hebben arbeidscontracten gezien waarbij personen dicht bij geleerd aan de vorige regering ruim 10.000 Amerikaanse dollar per maand verdienen. Let wel, Amerikaanse dollar per maand verdienen. Recht hebben op onbeperkt business class vliegen. Daggelden van $400 per dag. Op reis met een looptijd van 10 jaar. En opzegtermijn van 2 jaar. Meneer voorzitter, zo zijn er vele van de wurgcontracten. Meneer voorzitter, dit is slechts de financiële schade. Naast de financiële schade hebben we ook geconstateerd dat verschillende instituties in ons land zijn uitgehold. Ondanks de hoge inkomsten, ondanks de grote leningen, is er heel weinig geïnvesteerd in de onderwijssector, de zorgsector, de rechterlijke macht, de politie en in veiligheid van de burgers. De armoede en geweld zijn daarom enorm gestegen. Kortom, de Surinaamse burger heeft als gevolg van de financiële, sociaal-economische en maatschappelijke situatie jaren aan ontwikkeling moeten inboeten.